Even, to get you started, jullie hebben al een heleboel dingen gedaan. Ik vind dat wel, dat kunnen we weer even terugkijken. De toolbag die je hebt, de tools die beschikbaar zijn, helaas toch het meeste Unix gebaseerd. Ik hoop dat dat gaat veranderen. Ik weet niet wat Windows 8 aan mogelijkheden gaat bieden. Ik neem aan dat de soort vlaggetjes die je bij Dik en Drill beschikbaar hebt, dat die werken. Drill is, kom ik zo, unbound host. Je kunt packet analysis doen. Dit is zeg maar de toolbag, beginnend bij lightweight tot hoe diep je ook maar wil gaan met je troubleshooting. En het begrijpen wat er aan de hand is. Nou, belangrijk is dat je een beetje begrijpt als je troubleshooting gaat doen, als je kijkt naar de wire en je kijkt naar pakketten, wat je kan tegenkomen. Nou, dat heb ik net al even uitgelegd. Een DNS-pakket heeft een header en 4 secties en dan nog zo'n pseudo-sectie eventueel. Die header die ziet er zo uit, dat ID-nummer, die 16 bits, dan een aantal header-elementen, ook weer 16 bits in totaal. Het aantal resource records wat er in de question zit, in de answer, in de authority section, ook wel de NS count genoemd, vreemd genoeg. Vroeger zaten daar eigenlijk alleen maar NS records in. Vandaar. En de additional section, de AR count. De additional section, dat is informatie waarmee de nameserver misschien later ook nog nodig heeft. En die stuur je dan maar direct mee, zodat de nameserver die kan gebruiken, als dat nodig mocht zijn. En soms is dat kritische informatie, zoals bij een delegatie, en soms ook niet. En wordt het gewoon weggegooid en... Nou, header. Is het ding een query? Gaat hij ergens heen of krijg je hem terug? Response. Dus het eerste bitje. Dan een opcode. Nou, dat zijn de verschillende query, maar ook notify en updates. Dus als je intersysteem zeg maar communiceert, verander je die opcodes. Vlaggetjes, nou, die hebben we het over gehad. Authoritative name server. Een authoritative name server zal nooit het AD-bitje zetten. AA is, je gaat ervan uit dat je daar direct contact mee hebt. TC-bitje is belangrijk. Truncated response. Wat een nameserver zal doen, is in de beschikbare ruimte van een pakket, zal hij proberen het hele antwoord te zetten en alle informatie in de authority section. Als dat niet lukt, dan gaat de RR-set, dus niet de individuele RR, maar de hele RR-set die niet past, uit het pakket. En als dat gebeurt, wordt er een TC-bitje gezet. Truncated response. En dat betekent dat de ontvanger van het antwoord, met die truncated response, het opnieuw moet proberen. Want hij heeft niet het hele antwoord, hij kan niet verder. En dat zal hij dan doen met TCP, met een stateful connection. Past het niet in het pakketje, dan val je terug naar TCP. Dat kost je een roundtrip time, dat is duur. Omdat het stateless is en je niet gegarandeerd bent dat je ze allemaal terugkrijgt. Ja, het zijn meer IP, stateful is meer pakketjes achter elkaar, maar dan weet je tenminste dat je ze allemaal hebt. En in wezen, met UDP krijg je waarschijnlijk ook meer pakketjes achter elkaar als je fragmenten gaat krijgen. Ja. Dus ja. Gaan we het... Dat is dan weer niet op UDP-niveau, dus je mist wat informatie, maar dat terzijde. Over die pakketgrootes, daar gaan we het nog even hebben zometeen. Vlaggetje dat je recursion wil, dat je wil dat ding verder zoekt. Vlaggetje dat recursion allowed is, dat je het ook accepteert, dat is voor de communicatie. Dit bitje is reserved, staat altijd op 0. Authenticated data, dat betekent dat de boel geauthenticeerd is en dat het prima in orde is. Dat is wat DNSSEC voor je zet. Heb je een kanaal tussen jou en het ding wat die validatie doet en dat kanaal vertrouw je, dan werkt DNSSEC voor je. Dan is altijd maar de vraag, wat is een vertrouwbaar kanaal?
Dan gaan we het ook nog. Daar kunnen we ook nog iets mee doen. CD-bitje is een mooie. Het zegt checking disabled. Dat bitje kun je zeggen als je er niet uitkomt of het probleem nou in een recursive name server met DNSSEC te maken heeft. Stel je voor, je krijgt een surveil response op een vraag die je gesteld hebt. Dan kun je door te zeggen plus cd in je dicht query, kun je zeggen, doe even geen checking. Zet het DNSSEC even voor me uit. Ga het internet op en krijg een antwoord voor mij. Dus het is een handige manier voor troubleshooting om te kijken waar het probleem ligt. Is het een validatiefailure? Want als je dan het cd-bitje zet en je krijgt wel een antwoord, dan weet je bijna zeker dat je te maken hebt met een validatie, een DNSSEC failure. Krijg je geen antwoord en nog steeds een surveil, dan kan er nog van alles aan de hand zijn. Het kan namelijk zijn dat je in een hele keten van validating name service zit en dat cd-bitje dat propageert niet, dus dan weet je niet helemaal zeker of wat erachter ligt. Maar dat terzijde. Alweer terzijde. Ten slotte is de R-code. Dat is de code waarmee de server zegt van ja, wat er aan de hand is. Hè? No error is een code. NX domain is een hele bekende. Maar surveil is wat je krijgt als er iets misgaat. Zwaar overloaded. Een surveil wil niet direct zeggen DNSSEC probleem. Kan ook zijn dat de service waarin die recursive name server dingen vraagt, dat al die servers niet beschikbaar zijn of lame zijn, zoals dat dan heet. Format error, not implemented, refused. Zijn allerlei zaken die je langs zult zien komen. Nou, dat is weinig informatie wat je in zo'n header kan stoppen. Je hebt waarschijnlijk meer nodig. Een van de dingen waar ik het al over gehad heb, is die pseudo-section. Die staat aan het einde van het pakket. En die pseudo's, die heb je nodig voor DNSSEC. En die heet ADNS. Als je DNSSEC ondersteunt, moet je ook ADNS ondersteunen. ADNS versie 0, versie 0. Men heeft pogingen gedaan om dat protocol een klein beetje te extenden naar versie 1, maar dat is nog steeds niet gelukt. Alweer als een terzijde. De informatie die in zo'n ADNS pakket staat, is tweevoudig. Er staat een versienummer in. En er staat dat vlaggetje in wat zegt, doe DNSSEC voor mij. Daarmee communiceren servers onderling dat ze DNSSEC begrijpen. Als het vlaggetje uitstaat, krijg je geen DNSSEC informatie. Ze geven bovendien aan, als ze iets uitsturen of een antwoord terugsturen, wat de buffergrootte is die ze kunnen accepteren als een gefragmenteerde UDP terugkomt. Dus wat kan het systeem, het ontvangende systeem aan UDP dat gefragmenteerd is? Zoals je weet, je hebt een path MTU. Als de pakketten, UDP-pakketten groter worden dan de path MTU, worden ze in stukjes gehakt en worden dat in verschillende fragmenten naar de eindhost gestuurd. Nou, als je weet dat het in jouw netwerksegment als nameserver je kernel of een netwerkelement een groot pakket niet aan kan, dan kun je die maat configureren. Wat we zagen een aantal jaar geleden is bijvoorbeeld dat NT-machines die hadden 1280 als een default value voor die MTU staan. Dat is iets wat we vaak tegenkwamen. Je begrijpt dat daar al een beetje een probleem achter de horizon zit. Nou ja, goed. Al die informatie uit je header en je pakket is dus weergegeven in de output van DIG. Als je dat een klein beetje kunt lezen, is dat gewoon wel handig. Als je kijkt naar een wire dump, en ik heb hier een screenshot van Ethereal of Wireshark. Het heette vroeger Ethereal, het heet nu Wireshark. Het is een packet dump programma, zoals er vele zijn, waarbij je hele frames uit elkaar kan plukken. Hier Ethernet, het IP, het UDP verhaal. En dan duik je hier het DNS-systeem in. Je ziet dat het een query is. Je ziet de vlaggetjes die gezet worden. En je ziet hier NSMajorDomo.ru type A class in. En dan heb je nog een additional record. Dat is die opt
Dat is het EDNS extensie verhaal. Die zegt nou UDP payload size 4096. En ik wil graag DNSSEC doen. Dat is hier een bitje in het zielveld. Dus het eerste bitje uit dat hele verhaal. Nou, dus die informatie die je in het pakket ziet, kun je hier ook weer terugvinden als je een screendump doet. En het kan af en toe makkelijk zijn om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand is op de wire, als je daar problemen vindt. EDNS heb je dus nodig, omdat het standaardprotocol, DNS-protocol, ging uit van een UDP-grootte van 512 en niet meer. Dat was namelijk de limiet, dat was de minimale grootte die dat elk netwerksegment zou moeten supporten. Als je kleiner was dan dat, dan kon je niet meedoen op het internet, zullen we zeggen. Als je groter wordt dan dat, heb je kans dat je PAF-MTU-problemen gaat krijgen en dat je fragmentatie moet toepassen. Nou is dat in de core van het netwerk over het algemeen niet het probleem, maar aan de edges van het netwerk zie je die fragmentatieproblemen wel. Edge routers, firewalls, al dat soort dingen zijn af en toe wat kritisch over de grootte van je pakketten. Dus dat is een belangrijk ding. Wil je meer weten van al die nummertjes en cijfertjes en zo, dan kun je naar de IANA-site. En daar staan al die DNS-parameters staan opgeschreven. Wat ze betekenen. Ook bijvoorbeeld de tabellen over die algoritmes die worden gebruikt. Dat staat daar allemaal in beschreven. Is over het algemeen eigenlijk alleen maar relevant voor de mensen die DNS implementeren, maar het is misschien leuk om te weten. Nou, wat kan er nou allemaal fout gaan? Maak je borst maar nat. Even grof gezegd. Local configuration, secure delegation failures, echte validatie failures en transport problems. Dat zijn de dingen die in grove emmertjes, buckets verdeeld, zijn dat de dingen die fout kunnen gaan. Local configuration. Time. Als je DNSSEC doet en je hebt de tijd verkeerd, hetzij gedurende het signen, hetzij gedurende valideren, dit gaat mis. Dus een van de dingen waar je, als je merkt dat dingen gewoon misgaan, daar moet je naar kijken. Ja? Die tijd die staat in het pakket. En wat je doet is je controleert het pakket wat je binnenkrijgt met de datum. Op een Unix systeem gebruik je date minus u en dan kun je zelfs het stringformat meegeven. En dan krijg je precies dezelfde stringformat als dat er in het pakket staat. En je moet gewoon controleren dat dit getal binnen dit interval zit. Dan weet je in ieder geval wat ik binnenkrijg, dat is goed. Of ik heb mijn tijd verkeerd of ik krijg het verkeerde pakket binnen. Dat is ook mogelijk. Maar dan weet je in ieder geval dat het niet bij jou ligt. De meeste mensen hebben wel een aardig idee wat de klok op hun horloge zegt. En dus soms is er met timezone of timezone configuratie op je machine of welke klok, lokale tijd of UTC, wat volgt je machine. Dat zijn dingen die je even moet weten en moet controleren als het eigenlijk altijd misgaat. Secure delegations. Secure delegations, soms denken mensen, ik heb geen AD-bitje, wat gaat er nou mis? Nou, die secure delegations, die kunnen fout gaan. Je kunt een key rollover gedaan hebben en vergeten zijn om een DS te uploaden. Nou, wat gebeurt er dan? Als er een DS wijst naar een key die niet in de zone staat, dan geef je op zwart. Dat is erg naar. Dat is echt heel erg naar. Dat is naar voor degene die de rollover niet goed gedaan heeft. Maar het is ook naar voor de mensen die de validatie doen. Een heel goed voorbeeld daarvan is, een recent voorbeeld, is het verhaal van Comcast. Juist, Comcast. Ik heb op de links, misschien ergens in de referenties op de site,
heb ik een linkje geplaatst naar een rapport wat Comcast heeft geproduceerd. Dit speelt zich af een paar weken geleden, tijdens het protest tegen SOPA en PIPA. SOPA en PIPA, dat zijn, we hebben hier ACTA, SOPA en PIPA zijn maatregelen waarmee een copyright owner zonder proces een site op zwart kan zetten. Nou, er zijn nogal wat protesten voor, protesten tegen. En een aantal websites over de hele wereld zijn op die dag dat protest was, zijn ze op zwart gegaan. Facebook, Wikipedia, ging allemaal op zwart. Bijvoorbeeld, ongetwijfeld. Ik ben die dag niet op, ik ben wel op Wikipedia en Facebook geweest, maar niet op Brussel. En zwart was natuurlijk in verschillende gradaties. Hè? Zwart als gewoon een zwarte pagina met een klein dingetje en je kon doorlinken naar de content. Maar sommige sites zeiden ook, je krijgt van ons echt helemaal niks, behalve die pagina die zegt SOPA PIPA. Op dezelfde dag vergat NASA dat zij tijdens een keer, of waar was het effect van het vergeten van het deugdelijk uitvoeren van een keer-all-over, werd op die dag opportun. Zeg maar. Er kwam een nieuwe DS in de .gov zone die van .gov naar NASA wees. Comcast heeft ook vrij recent, in het laatste half jaar, DNSSEC aangezet. NASA ging dus op de dag dat, dat SOPA PIPA speelde, gewoon op zwart voor alle Comcast customers. En dat is nogal een grote. Dat is echt een van de allergrootste ISP's ter wereld. Nou, daar kreeg in Twitter space kreeg Comcast daar alle blame voor. Dat was Comcast probleem, die hadden het gedaan. Ja, dat gaat als een lopend vuurtje, hè. Comcast heeft NASA op zwart gezet, zal wel met SOPA en PIPA te maken. Nou, je weet hoe dat gaat op Twitter, dat ging redelijk rap de wereld rond. Dit is een probleem van NASA, niet van Comcast. Maar Comcast moest het wel uitleggen, omdat zij de enige grote ISP zijn die DNSSEC-validatie doen. En dus bij de buurman die Verizon heeft, deed de boel het wel. En op mijn mobiele telefoon deed NASA het ook. Het is de schuld van Comcast. Nee, het is de schuld van NASA. En het is eigenlijk kwalijk dat die anderen niet valideren. Maar het is wel een echt operationeel probleem waar heel veel partijen goed pijn van hebben. Waarom gaat dat mis? Mijn theorie daarvoor is dat voor de Amerikaanse federale overheid gelden de zogenaamde FISMA-regels. Dat zijn aanbestedingsregels. En in die FISMA-regels is op een gegeven moment neergezet, als je DNS doet, moet je ook DNSSEC doen. En er zijn een heleboel partijen geweest waarvoor dat betekende, het is een vinkje. En een heleboel partijen die niet echt goed weten wat ze deden. En dat is heel kwalijk, want dan krijg je dit soort fouten. En dit zijn echt nare fouten. Want stel je voor dat de baas van Comcast een enthousiaste amateurastronoom was geweest. Dan heb je kans dat op een gegeven moment van de hoogste etage van het bedrijf een telefoontje komt naar de engineers. Dat zegt van, wat is dit voor flauwekul? Dit gaat dus nu echt uit. Dan moet je als engineer dus goed sterk in de schoenen staan en zeggen, dit is een security mechanisme. Dit had ook een aanval kunnen zijn. Het is een lezenswaardig document. Ik kan het je aanraden. Nou ja, goed, als je daarmee geconfronteerd wordt, hoe vind je dat uit? Hoe vind je nou uit als Comcast zijnde dat de fout niet bij jou ligt, maar dat de fout eentje is van NASA? Nou, dat doe je door, op dit moment helaas, door vanuit je eigen perspectief, door naar de logfiles te kijken van je recursive name server. Daar kun je iets van leren. Maar je kunt ook dig plus sigchase gebruiken. Of drill min t en drill min s. Dat zijn twee verschillende manieren om naar een zone te kijken. Ook web-based zijn er een aantal tools die je kunt gebruiken voor troubleshooting. Huh?
Hoe ziet de rest van de wereld deze zone nu op dit moment? En dat kan wel eens handig zijn. Hè? Als jij validatieproblemen hebt en je weet dat je buurman ook DNSSEC draait. Hè, je moet wel DNSSEC draaien, anders helpt het niet zoveel. Als Comcast Verizon belt, die draaien geen DNSSEC, dan krijg je inderdaad een telefoontje, hier werkt alles. Maar als je buurman DNSSEC draait en daar werkt ook niks, dan weet je in ieder geval dat het niet iets wat van jouw lokaliteit is. Dus het kijken naar die web-based tools, dat kan erg handig zijn. Nou, even wat output. Dit is een voorbeeld van Drill-S. En als jullie in het lab aan het experimenteren zijn, misschien is daar morgen of vandaag nog wat tijd voor, kun je die commando's eens ingeven. En wat je hier ziet, is een trust tree, waarbij steeds netjes wordt aangegeven hoe de vork in de steel zit. Je leest het eigenlijk van beneden naar boven, terwijl het van boven naar beneden is opgebouwd. De keytag, example.net, die SOA die is gesigned met een key met keytag 1700. Dat is dan weer gesigned met een DNS key met keytag 4957. Dus dit is de key signing key. Die vertrouw je omdat je de DS met keytag vertrouwt. Dat vertrouw je weer omdat je de sleutel, de zone signing key met keytag 6972 vertrouwt. Die vertrouw je weer omdat die gesigned is. Nou ben ik de draad kwijt. Oh ja, dit is je key signing key die je weer vertrouwt op basis van de zone signing key. En zo ga je door en bouw je die hele chain of trust op. Hier wordt gezien dat er een bestaande chain of trust is die ook gewoon werkt. Oh, de andere kant op kan ook. Dat gebeurt met drill min trace. Dan begin je aan de bovenkant en volg je de tree naar beneden toe. Geeft iets meer informatie, iets andere informatie, een andere manier van opbouw. Het belangrijkste is dat hij overal zegt waar hij de boel nog vertrouwt. Vertrouwen is hier vanwege configuratie. Je geeft een root key mee. Dat wordt netjes gevolgd. En op een gegeven moment kom je helemaal aan de onderkant en blijft alles getrust. Het kan zijn dat je vanaf een delegatie geen DS ziet, maar dat er wel self-signatures zijn. Dan geeft hij ook aan dat de self-signatures kloppen. En als het niet vertrouwd is, als er een gebroken chain of trust is, dan zie je dat er bogus informatie in staat. Dus hiermee, met zo'n tool, kun je zien wat de status is van een bepaalde query en kun je dat min of meer offline vanaf de command line, niet offline, maar vanaf de command line dit volgen. External views hebben we er ook. Ik heb er drie hier. DNS Viz, VeriSign DNSSEC Debugger, doen min of meer hetzelfde, maar hebben net een even iets andere user interface. En dan is er ook nog eens iets als de SEC Spider. Dat is iets meer een lange termijn tool, wat langere termijn monitoring, maar misschien ook nuttig. DNS Viz presenteert de informatie zoals die uit de DNS vindt in kleine diagrammen. Je ziet hier, de pijltjes zijn inmiddels omgedraaid trouwens op de site. Maar je ziet hier bepaalde kleurcoderingen voor DNS keys. Hier komt de DLV nog even terug. En wat je hier bijvoorbeeld ziet is dat er geen connectie is tussen tussen het Secret Working Group domein en .org. .org wordt wel vertrouwd door de zogenaamde DLV, maar er zit geen verbinding met de root. En dit geeft je een beetje aan van ja, waar zitten de verbindingen en wat zijn de trustrelaties zoals die gezien worden vanuit het Sandia National Laboratory. Dus vanaf een specifieke manier plek op de wereld. VeriSign Lab doet in wezen hetzelfde. Je geeft een domeinnaam en hij geeft een bult informatie over hoe de wereld in elkaar zit. Als je dit nu gebruikt voor de zones die je net hebt getekend, dan zul je zien dat het niet werkt. Want de Work TLD die bestaat natuurlijk niet. Kijk, er is ook een appje van, hoor ik daarnet. Dat wist ik dan weer niet.
En overigens, second opinion, DNSWIS, hij wijst er ook op terug. Dus je hoeft maar één URL te onthouden. De SexSpider monitor, die geeft wat andere informatie. Doet ook wat aan deployment metrics. Is wel leuk om eens te zien. Ook daar typ je de naam van een zone in, hier secretworkinggroup.org. Die geeft een heleboel informatie over de keys die hij kent en hoe de wereld volgens dit vantage point in elkaar zit. Kijkt ook een klein beetje naar path MTU's, problems van verschillende kanten. Of dat een probleem is. Dus is het een probleem dat een pakketje van een bepaalde grootte vanaf deze vantage point, dus ze hebben er een stuk of negen, of er problemen zijn om naar die server te kijken. Als dat van alle plekken het geval is, dan weet je dat je een path MTU probleem heel dichtbij je hebt. Als het van één of twee plekken is, dan is het niet jouw probleem. Dus niet jij degene die het veroorzaakt hebt. Zijn dit soort tools ook beschikbaar voor intranet? Niet dat ik weet. Nee, niet dat ik weet. Die websites zijn niet public domain, die kun je gewoon ook zelf... Ik weet het echt niet. Misschien is het public domain, misschien... zou je het eens kunnen vragen aan Dan Macy en consorten voor de SexSpider en aan Erik Osterwaal voor de rest? Oh nee, die is daar niet meer. Hoe dan ook, die mensen die daar werk van maken, dat weet ik niet. Ik zie hier wel een business opportunity. Ach, dit verhaal heb ik dus net helemaal verteld. Met link. Andere invliegroute is kijken naar je validating name server. Waarom kreeg je een surveil? Even dik plus cd gebruiken, checking disabled. Dan weet je zeker of er validatie aan de grondslag zit. Als je een antwoord krijgt, is het likely een validation failure. En anders moet je echt de logs in. Nou, een ding wat kan voorkomen is transport problems. Als de respons van een DNSSEC message... De vraag is altijd klein, hè? Vraag is altijd maar een vraag. Een query, dat is altijd klein. Maar het antwoord kan groot worden. Zodra de respons boven de 512 komt, is het eigenlijk al zo dat sommige firewalls zeggen, nou, dat willen we niet. Of zodra er een EDNS pakket op hangt. Dan zeggen sommige firewalls, wij kennen geen EDNS, we doen het niet. De firewall die in dit gebouw werd gebruikt, die moesten we uitzetten. Omdat die EDNS serial gewoon niet begreep. Dat is heel vervelend. Ik kwam het lab in en het eerste wat het ding deed, ik kon geen verbinding meer krijgen. Nou, wat kan er nou misgaan? Als je boven de path MTU's, boven de 1400 octets groeit, dan heb je kans dat er fragmentatie plaatsvindt. Fragmentatie van UDP-pakketten. En de meeste firewalls die zeggen van, hey, ik krijg hier een pakket zonder een header. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik weet niet waar het heen gaat. Ik laat vallen. Ik weet niet wat voor protocol erachter zit. Ik weet niet wat voor informatie is. Ik laat dat tweede deel gewoon vallen. Nou, dan heb je een probleem. Dan heb je timeouts. Dan krijg je allemaal narigheid. En dan, dat is heel vervelend. Er gebeurt allemaal narigheid. Maar dat duurt even voordat een server daarvan herstelt. De fallback is dan automatisch naar TCP. Of niet automatisch, de meeste servers zullen terugvallen naar TCP. Het gebeurt ook heel veel dat systeemadministratoren van firewalls zeggen van ja, TCP, port 53 is toch allemaal UDP, dat zetten we dicht. Dat is erg onverstandig, zou je nooit mogen en moeten doen, maar het gebeurt. Nou, dit zijn problemen waar je tegenaan kunt gaan lopen als jij DNSSEC je een infrastructuur binnenbrengt. Die zou ook kunnen gebeuren als je DNSSEC al in een bestaande infrastructuur hebt staan en er verandert een netwerkelement. Iemand zet er een andere router neer die met een andere manier van fragmentatie of een firewall of een deep packet inspector of weet ik veel wat. Over het algemeen is het zo dat als je DNSSEC deployt, dan kom je met een doos de ruimte in, dan zet je hem op een bank en dan ga je eerst testen. En dit soort problemen die vallen dan redelijk snel tussendoor. Oh, je krijgt geen respons. Nou, eens kijken wat er in het netwerk aan de hand is. Oh, er staat een firewall. Even de netwerkadministrator. Kijk, dat soort omgevingen ken je wel.
Maar hou er rekening mee. Wat gebeurt er als plotseling heel sporadisch allerlei queries op de grond vallen? He, dingen die resolven niet, er gaan dingen fout. Het kan zijn dat er iemand met de firewall heeft gekloot en een parameter naar beneden heeft gezet, waardoor grote pakketten er niet doorkomen en de kleinere wel. Dat kan gebeuren. Dat wil je natuurlijk dat wil je van tevoren even bepalen, zeg maar. Wat kan er nou misgaan? Daar is een leuke tool voor om even heel snel te bepalen hoe je netwerk eruit ziet. Draai het nu niet. Die firewall hier, die kan er niet tegen. Je gaat even een half uur op zwart als je dit gaat draaien, want ze denken dat je van alles aan het doen bent. Maar het leuke is dat dit is bijvoorbeeld ook heel erg nuttig als je IPv6 wil gaan doen. Omdat IPv6 ook van die path-MTU problemen kan opleveren. NetAnalyzer, een leuk tooltje. Je hebt een JavaScript voor nodig, dat moet je wel vertrouwen. Dit zijn jongens van Berkeley. Ik vertrouw ze. Ze meten, ze analyseren de data en de data wordt geanonimiseerd en wordt gebruikt voor onderzoek over de staat van het netwerk en of het internet ossified is, of je wel verder kunt innoveren op het internet. En heel veel ervaring wordt gewonnen uit het feit dat ze veel omgevingen met een vergrootglas, zeg maar, bekijken. Wat voor specificaties die we over de afgelopen jaren op het internet gespecificeerd hebben, werken nou wel en werken nou niet in bepaalde omgevingen. Dat ding gaat dus aan de slag. Nou, je ziet hem dan allerlei dingen checken. Network MTU, IPv6... allerlei protocollen, kijkt hij of hij er doorheen kan jassen. Packet filters, flow inspectors, die kunnen wel eens op hol slaan, denken dat er gehackt wordt. En uiteindelijk komt hij terug met een result summary, met minor aberration, network packet buffering might be excessive, zegt hij hier. We received unexpected and possibly dangerous results when looking up important names. Nou, die is niet helemaal fijn. Path between our system and your network does not appear to handle fragmented IPv6 traffic properly. Wij hebben dit op ons eigen netwerk gedraaid en we zagen dit en wij weten niet wat van komt. Dus we zijn een beetje aan het uitzoeken of dit misschien iets is wat veel meer naar de testmachines waar je dit heen stuurt. Maar afijn, je krijgt dus een hele stapel testen om je oren. En waar het uiteindelijk gaat is de DNS-tekst. En daar staan er nogal een aantal. Hè. De EDNS-support gaat oké. Message-routers, die worden hier getest. Die zie je hier. Dus het is een hele aardige tool om gewoon even te draaien, om te kijken hoe transparant is dit netwerk nou voor een component wat ik in het systeem breng. Heb je dingen eenmaal geïnstalleerd en je recursive name server die doet het niet meer zo goed, ja, dan moet je toch terugvallen op het kijken naar je logfiles. Dit zijn de statements die je moet neerzetten voor Unbound. Als je een Unbound server hebt draaien, kun je dat extern zetten met Unbound Control and Set Option. Daar kun je dan vrij snel de loglevels variëren, zodat je de server niet hoeft down te brengen. Ja, en dan krijg je dit soort informatie op een hoge validatieding, zeg maar. Een hoge verbosity. En ik geloof dat dit wel redelijk voor zichzelf spreekt. Hè? Hier is er een signature expired. Een validatie. Als je dat dan ziet, dan is natuurlijk direct de vraag, oh, is mijn klok wel goed? Signature expiration, dat kan ook zijn dat het aan mij ligt. Zeker als je er heel veel ziet. Hè? En hier kon hij geen DNS key record krijgen. Dat soort dingen kom je dan tegen in je logfiles. Nou, diezelfde informatie kun je, als je Unbound gebruikt, krijgen door Unbound Host te krijgen. Datzelfde type output wordt gegenereerd door Unbound Host. Unbound Host draait trouwens perfect op Windows-systemen.
Was dat nou een ringtoon? Ik had het verkeerde knopje gedrukt. While the firm is knocked. While the phone is locked. While the phone is locked. Oh, ja. Yeah. Ja, daar zit je in het probleem. Je hebt een recursive name server. Er komt geen verkeer doorheen. Wat doe je dan? Ja, er is een fout. Je krijgt de hele tijd surfveel. Nou, het kan zijn dat iemand geprobeerd heeft valse informatie in je cache te stoppen. Het kan zijn dat je een slachtoffer bent van een Kaminsky attack. Of van data die gehackt is door een routing attack of zo. Nou, als het gaat om DNSSEC signed information, dan is het flushen van de cache is helemaal niet zo'n slecht idee. Dan gaat hij opnieuw het net op. En als hij dan wel goed gesigned informatie krijgt, dan zit je weer in business. Maar daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Het flushen van de cache is in dit geval geen schande. En als het een oplossing biedt voor je serviceprobleem, dan is het mooi. Dan komt troubleshooten misschien later nog, als je tijd hebt om in de logfiles te kijken. Gebeurt het weer, dan wordt het wat moeizamer. En dan kan het ook zijn dat het een extern probleem is. Dat zijn je troubleshooting technologieën, de dingen die je in de hand hebt. Bart? Je noemde zo even langs huis met de weg van dat je een routingprobleem hebt. Is het wel bekend dat er attacks zijn geweest dat iemand zeg maar de Amazon route servers heeft geredirect naar een andere route server? Nou, je hebt het verhaal met China, die doet dingen met rootname servers. En het is meermalen gebeurd dat dus die Chinese redirectie van root servers, dat die naar andere delen van de wereld is gelekt. Dat dus mensen in Zuid-Amerika die hadden van, hey, kan niet naar Facebook, dat is een hand. Dat was omdat ze dus hun verkeer via China niet kon volgen.